Hallo, ik ben Amanda van Vondelle. Ik ben dierenarts, rondom met name honden en katten. En zoals iedere honden- en katteneigenaar weet, is het in ieder leven van een hond en kat wel eens nodig om onder narcose te gaan voor een operatie. Heel veel eigenaren vinden dat heel eng en daar kan ik me ook alles bij voorstellen. Het is natuurlijk toch best een spannende aangelegenheid, zeker de operatie, maar ook de narcose. Wil ik iets vertellen om duidelijk te maken hoe zorgvuldig wij dat doen. En zodanig dat de risico's eigenlijk zo klein mogelijk blijven. Nou, allereerst is het zo dat wij een narcose geven die heel erg op maat is. Dus we geven niet één prik die één bepaalde diepte van slaap geeft, maar we geven eigenlijk een narcose op maat, afhankelijk van het gewicht van het diersoort en ook afhankelijk van het type operatie wat er moet plaatsvinden. Zo hebben we verschillende premedicaties, zoals we dat noemen. Dat zijn de eerste prikjes die we geven. Bij een hond zijn dat andere dan bij een kat. En die premedicatie die zorgt er eigenlijk voor dat de echte narcosemiddelen, waar de hond of kat daadwerkelijk helemaal van onder zeil gaat, dat die zo laag mogelijk gedoseerd kunnen zijn. En daardoor is het ook een stuk veiliger. Vervolgens onderhouden we de narcose door middel van gasnarcose en zuurstof. En zo'n gasnarcose, dat heeft als voordeel dat je het per seconde eigenlijk kunt bijsturen. Dus op het moment dat er iets niet goed gaat, kun je eigenlijk heel snel een dier weer verder wakker laten worden. Of juist als het nodig is, dieper in slaap maken. Nou, dan zijn er nog een aantal andere dingen waardoor we de narcose eigenlijk zo min mogelijk risicovol maken. Dat is het warm houden van het dier. Je ziet een warmtemat liggen op de operatietafel. We houden het dier eigenlijk continu onder de juiste temperatuur. Zodat ze niet zo afkoelen. Dat is heel belangrijk. We zien ook als op het moment dat je dat goed doet, dat het dier ook veel sneller wakker is. En verder bewaken we ook het dier door middel van narcose bewakingsapparatuur. Daarbij meten we een aantal dingen. We meten het zuurstofgehalte in het bloed. We maken eigenlijk permanent een hartfilmpje, een ECG, om te kijken of het hartritme in orde is en de hartfrequentie in orde is. En we meten de CO2, dus de kooldioxide in de uitademingslucht. En dat zegt iets over je ademhaling, maar dat zegt ook iets over je bloedsomloop. En op die manier houden we eigenlijk alles helemaal goed in de gaten. We kijken natuurlijk niet alleen naar de apparaten, maar ook naar het dier zelf. We kijken natuurlijk permanent naar, ademt het dier mooi, gelijkmatig, mooi diep. Is de kleur van de slijmvliezen in orde, is het mooi roze. En zo houden we dat eigenlijk allemaal haarfijn in de gaten. En dat maakt eigenlijk dat het hele proces zo veilig mogelijk blijft.